Hallo beskikkers, ja, daar zien we weer. Ja, liefbrief zijn Erwin van de Angelside en die zit in Soeberg, want ze hebben weer de geweldige actie, de actie From Father to Son of From Mother to Daughter. Ik ga het goed in Engels goed doen, hè? Ja, zo kunt ze dat zeggen, ja. Klopt wel chic, hè? Ja. Ja, wat haalt die actie precies in en ja, wat wilt jij met bereiken? Ja, de actie haalt in dat we eigenlijk, we zijn eigenlijk 5 jaar geleden opgestart, dat is nu de 5e editie. En we willen eigenlijk dat sport kijken of ergens naar uit gaan voor iedereen is. Dus ook voor de lui die het eigenlijk niet kunnen betalen. En daarom zien we deze actie opgestart. Hun bedrijven te vragen of ze een seizoenskaart willen doneren. Zodat lui toch een gans seizoen naar MVV kunnen gaan. En toch een uitje kunnen plannen. En dit is nu de 5e editie alweer. Al 5 jaar achter elkaar. Ja, chic. Ja, dat hebben ze al... Hier gaat kaarten binnen eigenlijk, hè? Of in ieder geval gaat sponsoren gevonden, hè? Maar ja. Je wilt nog meer? Ja, op dit moment hebben we voor 98 donateurs gevonden. Dat zien we een totaliteit 106 duo-kaarten. Dus die kunnen we al gaan uitdelen. De kaarten gaan naar de stichting Quiet Community en naar Stichting Leergeld Maastricht. Ja, en de kaarten wat ze eigenlijk doneert, gaat gespreid naar die stichtingen. Dus de kaarten komen echt goed terecht bij de lui die het niet kunnen betalen. Veel komen er niet tussen. Veel liever echte kaarten aan en de kaarten worden daar onderverdeeld. Ja, super. Ja, zien daar sponsoren wat doet toevallig een kieken zien en die willen meedoen al? Dat kan natuurlijk. Hoe kunnen ze zich opgeven? Ze kunnen op de... ffts@gmail.com. Je kunt ze dadelijk een Belgisch maken. Maak van Belgisch, gmail.com. Ja. Ja, en dan kunt ze daar alle gegevens in checken. Met de naam van het bedrijf, het adres en dergelijke. Die kunt ze ook via de Angelside Facebook kunt ze ook al melden. En dan komt het ook allemaal bij mij terecht uiteindelijk. De kaart kost 169 inclusief BTW. En dan krijgen ze als je een logo check van u naar Usto, dan kunnen we dat promoten op de Facebookpagina van de Angelside. Of en natuurlijk bij Waddenloze Maastricht. Uiteraard. En die krijgt 2 tickets voor een wedstrijd te loeren bij MNV in de Business Club. In de gedeelte van de Business Club, ja. Maar. Dus dat krijgen ze ervoor terug. Maar de moest het dan niet voldoen. De moest meedoen, omdat het voor het maatschappelijk belang... Maatschappelijk belang. Lui ondersteunen die een gans seizoen elke vrijdag weg kunnen gaan. Super. Ja, zit Geren bedrijf wat Geren met wil sponsoren. De gegevens doen we even in een linkje erbij. Maar ik denk niet alleen bedrijven, maar ook als er lui toe zitten en zeggen van we willen Geren meedoen, we willen ook steunen. Dat kan natuurlijk ook gaan. Ja, het hoeft niet per se alleen maar bedrijven te zien. Het kunnen ook groepen zien. Het kunnen ook particulieren zien. Iedereen kan het zien. Iedereen die denkt van ik wil een gezin helpen, dan kunnen ze een bedrag storten of een seizoenskaart doneren. En dat kan allemaal bij mij. Super. Dus, wilt Geren een gezin helpen voor toch... naar MVV te komen kijken voor 169 euro, inclusief BTW. En dadelijk ook een naamsvermelding overal op de social media's. Zou je zeker doen. Wat is Loos in Maastricht? Wat is Loos met de actie? From Father to Son. Oh, ik weet wat Loos is in Maastricht.